dat je dus in één keer van 170 naar bijna 300 gezinnen toe gaat, dat is nogal stormachtig. Vooral als je bedenkt dat die groei gerealiseerd is in de tweede helft van het jaar, niet eens in de eerste helft van het jaar. Hoe hebben we dat gerealiseerd? Hard werken, met name dus de vrijwilligers, de handjes die hier allemaal rondlopen, die hebben ongelooflijk loyaliteit te toon gespreid. Niet gemorreld, niks moeilijk gedaan. Gewoon een tandje bijzetten, zoals ook in het jaarverslag staat dit jaar. En dan werkt dat. Wel constant aan knoppen draaien. Dus dat je zegt van dit kan beter, of dat kunnen we anders doen, of dat gaan we zus, of dat gaan we zo. Maar dat lukt allemaal wel. Daarbij het geluk hebbende dat we dus goed voorbereid waren. Met name dus wat onze capaciteit betreft, wat koel- en vriesruimte aangaat. Maar ook dat we dus in Oost-Nederland, Twente-Salland, meer dan genoeg goederen konden krijgen. Dat is ook wel heel essentieel. Mevrouw Merkel te citeren, dat ik zeg van, wir schaffen das. En dat is ook gebeurd. Alleen dan zie je dus gebeuren dat aan het begin van het jaar hadden we een begroting van 65.000 euro voor 2022. En we zijn uitgekomen op bijna een ton, wat we uiteindelijk nodig hadden. Dat was het hoofdpijndossier voor 2023, want dan ga je dat soort overschrijdingen wel tegenkomen. Dat dreigde toen wel. Dus. Maar goed, daar hebben we ontzettend veel goede steun in gehad, van allerlei kanten. We zijn meer dan oeverloos dankbaar wat dat er gaat naar de provincie toe. Die had al in de gaten wat voor slag dat wij wilden maken, ook moesten maken, vooruitlopend op ja, alles wat er op ons afkwam. En die hebben ons meer dan ruimhartig gesteund in de aanschaf van nieuwe koel- en vriesapparatuur. We hebben nu een koeling staan die ongeveer 4 keer zo groot is dan de oude die we voor die tijd hadden. De vriescapaciteit is met 50% groter geworden. En het energiegebruik, niet de kosten, maar de gebruik, is minder dan in de oude situatie. Wat je dus nu ziet, of wat je gezien hebt, laten we het in de tijd zetten, dat we eigenlijk vanaf september tot en met december, dat we die sprong gemaakt hebben naar bijna 300 gezinnen toe. Sinds die tijd is het min of meer gestabiliseerd. En staan we allemaal te kijken met ingehouden adem. Daar komt het een beetje op neer, want we hebben geen flauw idee met z'n allen wat er aan zit te komen. Was dat de piek, die 300, of komt er nu nog een verdere stijging van het aantal mensen wat een beroep op ons gaat doen? En dat weten we niet.